denk ik een week of vier inmiddels geleden in. Er een 30, 35 jonge lui hier waren en eigenlijk in heel snelle zinnen met eigen woorden duidelijk maakten hoe belangrijk het was dat er wat aan de skatevoorziening gebeuren zou. En ik leer ook nog weer steeds bij, want tot aan dat moment had ik van BMX'ers nog niet zo heel veel gehoord. Gelukkig doen ze het op de Olympische Spelen ook heel goed, dus dat scheelt. Dus ik zit daar ook iedere dag te kijken en ik denk, oh, dat BMX, ja, dat is wat wij op harde straks ook met een aantal jongelui doen. Maar de manier waarop jullie dit georganiseerd hebben, met video's producten, dat vraagt ook weer aan elkaar. Want het gaat er vaak om, juist wanneer je in de periode zit dat er wat minder geld beschikbaar is, dat het ook voor het gemeentebestuur vaak moeilijk is, waar geeft het geld aan uit. En als je dan samen laat zien dat je met 35, 40 jongeren iets wilt, dan zie je ook dat er heel veel wat mogelijk is. Dus hartelijk dank voor jullie inzet en ook de mensen van de duivelsvereniging zijn hier ook een aantal voor de manier waarop het overleg met hun gegaan is. Want we moeten hier toch samen een beetje deze ruimte met elkaar gebruiken en dat jullie daar je medewerking, kijk jou maar even aan, maar dat geldt ook vooral die anderen, dat jullie die medewerking daar aangegeven hebben en nu weer, dat trekt mij toch wel heel erg aan. Dat is toch wel een mooie manier waarop wij op het harde met elkaar omgaan. Ik heb begrepen dat er straks nog wel iets aan drinken. Dus jullie zijn ook uitgenodigd of voor de cola of wellicht ook voor de koffie. Dus wat dat er gaande. Ik heb van de mensen begrepen dat de apparatuur die hier neergezet wordt, de attributen vanaf een zaterdag gebruikt kunnen worden. Dus deze mensen, terwijl het vakantietijd is, die proberen toch de apparatuur hier nog wat neer te zetten. Het moet dan wat hard worden, dus zaterdag is het moment dat de dingen gebruikt kunnen worden. We hebben ook afspraken gemaakt over dingen die gerepareerd worden. Dat doen we als de kans boven is. We hebben gezegd van nou ja, dat kan niet nog wel even wachten om dat deze mensen ook weer op de kant te gaan. Dus de kleine reparaties die we afgesproken hebben en het hekwerk, dat doen we na de vakantie. Volgens mij zijn wij zover. En zaterdag, ik heb begrepen dat jullie 29 augustus ook nog een hele happening houden. Dat vooral BMX'ers zal gaan. Ja, BMX'ers, skaters, boarders. Dus voor iedereen, de hele doelgroep, de boarders en de skaters. Dat is 29 augustus bij de parkeerplaats van de voetbalvereniging. Ja. Nou, ik neem aan dat we daar ook nog wel even meer iets aandacht aan schenken. Dat er een stukje komt op de huid en huid of weet ik veel. Hoewel mij verwonderd met de sociale media hoe snel de jeugd elkaar vindt. Dus ik verwacht daar ook heel veel aan. We gaan eraan, Henk. Want anders dan is de dag om. Ik heb begrepen dat dit element hier tegenaan moet worden geplaatst. Ja, zo meestal een stukje kan ook niet. Dan gaan we het even afsluiten.